Johan Derksen. Wat zeg je? Ja. Mag ik uitleggen waarom? Johan Derksen. Jij was mijn favoriete doelwit te midden van talloze gegadigden, van wie sommigen zich hebben opgedrongen, om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Maar ik durfde je niet te bellen. Je staat bekend als vrijpostig, vrijmoedig, een onafhankelijk denker. Maar nu sta je te kijken. Ik denk, kan ik die man dat aandoen? Want ja, onder het oog van de camera's. Ik ben alle schaamte voorbij, hoor. Ja, dat kan wel. Maar ik vond het toch een waagstuk. Maar toen heb ik gehoord dat jij in het tv-programma hebt gezegd dat je mij een aardige kerel vond. Ik denk, dat gaat de goede kant op. Ik ben een hele goede demagoog, hoor. Hij durft het vast wel aan om onder het oog van talloze mensen zijn bekentenis gestalte te geven. En ik vind het een grote eer dat ik aan een vrijdenker, een vrijmoedig, vrijpostig, iemand met een onafhankelijke geest, die het aandurft te midden van tv-studio's van de Nederlandse Omroep. Dat is toch een riskante kwestie, zou ik zo denken soms. En onder het oog van het weldenkend deel der natie, die al die mensen die kijken, die hebben natuurlijk verstand van zaken, toch het aandurft om mij aan te wijzen als iemand waarvan je denkt dat de politiek een goede hand is. En daarom heb ik jou uitgekozen, uiteindelijk, op de valreep, want ik durf dat mag je wel zeggen, ik werd gistermiddag laat gebeld. Ik denk, ik ben vast geen eerste keus. Nee. Er is iemand weggevallen. Nee, jij was mijn favoriete doelwit. En we hebben een heleboel mensen afgevinkt. En ik heb Thierry erbij gevraagd en Jeroen. En ze zaten bij mij en ze vroegen, bel hem nou. Nou, toen is het gebeurd. Nou, ik had twee redenen om hier naartoe te gaan. Ik woon tegenwoordig in Drenthe en ik kan u verzekeren, een vrije zaterdag met een dominante vrouw in Drenthe duurt heel lang. En ik moet er ook bij zeggen, dat meen ik uit de grond van mijn hart, ik ben een bewonderaar voor u. Ik zep iedere avond langs al die talkshows en dan overal zit Peter R. de Vries. En als u er zit, dan blijf ik hangen, want ik bewonder het, uw spraakgebruik, u hebt goede argumenten, u hebt humor en u vertelt eigenlijk mijn politieke ideeën op een manier zoals ik het zelf niet zou kunnen. Dus ik ben een bewonderaar voor u. Dat heb ik veel minder met uw partner. Ik zou mezelf niet zeggen als ik dat zou ontkennen. Ik zou mezelf niet zeggen. Nee, ik wil zeggen, dat heb ik heel slecht, veel minder met uw partner, maar ik denk dat jullie een... Daarom wilde je dat ik zo graag dat ik hierbij zou komen zitten, natuurlijk. Ik vind dat jullie, want ik vind het heel belangrijk dat fatsoenlijk rechts in Nederland zich laat horen. Ik heb jarenlang... Ja, daar hou ik wel van die... Ik heb jarenlang gezweefd tussen de VVD en D66 en ik voelde me bij beide partijen niet thuis, maar dat was voor mij geen alternatief. En jullie zijn eigenlijk voor mij het gat in de markt waar ik terecht kom. Ik ben geen lid hoor, want ik ben niet zo'n type die meteen lid wordt, maar ik zal wel op jullie stemmen. En ik... En het aardige en het commercieel aantrekkelijke van jullie als duo is dat u spreekt mijn generatie meer aan. Mm-hmm. En ik denk dat de jongere doelgroep meer op meneer Baudet zal stemmen. Maar samen zijn jullie een paar apart. Mm-hmm. Maar Johan, begrijp ik nou goed, heeft u dus ook de afgelopen verkiezingen op de heren gestemd? Jazeker. Dat was ik wel verplicht, want mijn vrouw en ik die zijn de stemwijzer gaan doen en zij kwam bij de Partij van de Dieren uit. En ik schrok een beetje dat ik bij deze partij uitkwam. Maar toch in het stemhokje de keuze gemaakt? Ja, nee, kijk, voor mij is het geen alternatief meer, want zo'n stemwijzer liegt niet. Ik heb jarenlang bij het verkeerde clubje gezeten. U heeft eindelijk uw club gevonden. Ja, terwijl ik dezelfde hobby heb als de leider van D66, alleen ik doe het niet in Meppel. Oh, God. Oh. We houden het chic. Ja, maar ik... We houden het chic. Ik kom uit een programma wat erg platvloers is en daar hebben we wat moeite mee, hè?
Nou, dan krijgt hij nu het boek. Alsjeblieft. Ik vind het een eer om jou dat boek te geven. Jij bent de persoonlijke van een kritische, onafhankelijke geest. En je durft daarvoor uit te komen. Vandaar. Waardoor ik heel weinig vrienden heb. Maar... Een cadeautje. Ik moet zeggen dat ik het met heel veel plezier gedaan heb, ondanks het feit dat ik 2 keer 2,5 uur in de auto zit en dat jullie totaal niet over kilometervergoeding gesproken hebben. Ik heb het heel graag gedaan, ik kijk graag naar u en het opvallende is, ik ben voor het eerst in jullie familie te gast vanmiddag. Ik heb louter verstandige dingen gehoord, dat sprak me zeer aan allemaal. Dank u wel. Dan is hier je cadeau. Jij wordt dit weekend ondergedolpen door een propaganda-offensief van onze heilprofeet Blokhuis. Heet dat Blokhuis? Ja, die heb ik gisteren gezien, ja. Nou, die heel Nederland betuttelt die uitmaakt wat te drinken, roken en eten. Die heeft ook het beste met jou voor. Ja. En jij kunt dat alleen maar rokenderwijs ondergaan, alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel.